ik hoorde dat in de wandelgangen hoorde ik dat, er een onderzoek is gestart naar die misnitat. Dus, nu komt de grap of niet? Of nee, is nee echt? Is echt zo. Ja? Ja. Ja, maar ik ben 100% dat hij er zelf geld aan verdient. Ja, dat gaan ze nu uitzoeken. Dus. Dat is lekker op tijd. Dus heb je een headhuntersbedrijf het bureau gehad. Die hebben die man daarmee gescout samen met Van der Sar en die Maurits Hendricks. Ja. Dan haal je een man die de clubcultuur op geen enkele manier kent. Die had alleen maar spelers uit tweede divisies voor veel te veel geld. En dat is, als dat echt gebeurd is, dan mag je het alles en iedereen bij Ajax kwalijk nemen. En ook de commissarissen, toch? De raad van commissarissen, toch? Die transacties moeten goedkeuren, toch? Ja, maar kan je... Ja. Als dat echt zo is. Nooit ook. Kijk uit, hè? Kan ook een heel maar dat stond zelfs al een stukje van niks. Ik weet van niks. Ik weet van niks, hè? Ik heb het gehoord, hè? Ik zeg het alleen maar. Oh, ik moest toch wel aan die Pierre van Hooijdonk denken gisteren. Want? Wat dan? Ja, die zit toch een beetje met die denken. Hij moest iets over inhouden. Hij moest iets over NAC zeggen. Nee, daar mag ik niks over zeggen, want dat hebben ze mijn portefeuille niet. Dat mag alleen de technisch directeur. Ja, dan zit je op een gegeven moment ook met je handen op de rug. Is toch misschien is het wel een complot van Feyenoord... dat die misschien dat stiekem naar voren hebben geschoven om de hele zaak. Een beetje naar de galamise te helpen.